Ik ben Stefan en ik ga een paar vragen stellen aan Ismail Aissati. Eerste vraag. Waarom ben je van PSV weggegaan? Waarom? Ja, gewoon omdat ik het niet meer zag zitten bij PSV. En, ik was toe aan iets anders, dus vandaar. Okay. Vind je het leuk hier in de Lutte op trainingskamp? Nee, dan ben je weg van huis, weg van moeder. En trainingen zijn altijd heel zwaar, dus ik vind het niet leuk. Vind je het jammer dat je geen Champions League meer speelt? Ja, dat zeker, maar ik denk dat het bij elke voetballer is. Maar ik hoop dit jaar met Ajax kampioen te worden om volgend jaar Champions League te spelen. Wie ga je het meest missen bij PSV? Afellay en Bakal. Heb je al nieuwe vrienden bij Ajax en wie zijn dat? Jurgen Collin. Waar woon je en ga je al in Amsterdam wonen? Nee, ik woon in Utrecht en ik blijf daar gewoon wonen. Ik ga gewoon op en neer rijden naar Amsterdam. Als je tegen PSV moest, zou je dan willen scoren? Ja, tuurlijk. Ik ben nu een Ajaxie, dus... Vind je het leuk om met Marco van Basten te werken? Ja, zeker. Het is een grote voetballer geweest. En ik kijk ernaar uit om samen met Marco van Basten, maar ook met Dennis Bergkamp samen te werken. Okay. Hoe laat moeten jullie 's avonds naar bed hier in de Lutte? Het moet 11:30 op de kamer zijn. Okay. Dus meestal slaap ik dan voor 12. En met de wedstrijd? Met de wedstrijd... 11:00 op de kamer, 11:00. Okay. De laatste vraag. Als je moest kiezen, zou je dan liever voor Marokko of voor Nederland willen voetballen op een EK of WK? Dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog niet over uit. Nee. Oké, is goed. Okay, dit was het interview. Nee. Dankjewel. Leuk met jouw interview. Dankjewel. Ja? Jawel.